Hey mensen, je kijkt naar Spoelie Sessie Delft en welkom bij een nieuwe livestream. How are you doing? How are you doing? How are you at all? Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat alles goed gaat. Het is tijd voor wat e-voetbal. Het is de e-voetbal week refresh. We gaan even kijken naar de player of the week. We gaan even kijken naar de club packs, want eindelijk hebben we quick counter managers. En wie weet geven die ons weer een boost op ons main team. En verder gaan we gewoon eventjes, denk ik, de cup uitspelen deze middag. Wie weet dat we vanavond ook nog wat kunnen doen. Wie weet kunnen we wel weer een keer co-op spelen, maar dat hangt er allemaal vanaf. Ik kan misschien wel een keer op Discord gaan vragen of er genoeg mensen zijn die co-op kunnen doen. En dan zou ik zomaar een co-op lobby kunnen doen vanavond. Alles ligt open. Maar ja, wie weet blijft het ook wel van deze week nog bij deze middagstream. Waarin we even alle nieuwe dingetjes gaan doornemen van e-voetbal. En volgens mij zijn dat dus sowieso niet zoveel. Dus dat komt mooi uit. Dat komt mooi uit. Het is volgens mij sowieso niet zoveel. We moeten ook wat knopen doorhakken. Misschien kan je me daarbij mee helpen. Want ik heb nog geen idee welke clubpack ik zou willen halen. Er zijn namelijk 2 quick counter clubpacks. En verder de legends die gaan komen, die weten we al. Ook al wisten we die vorige week ook al. Maar was het niet Paulo Sergio die bij Drogba en Bergkamp kwamen. Maar was het Ribéry. Toch even Ribéry er tussendoor geploft. Paulo Sergio blijft dus eventjes losstaan, want het is maandag tijd voor de English League Guardians. En als het de English League Guardians zijn, dan bestaat er eigenlijk maar kans tussen 3 mensen die een foto hebben. Dus hier weten we 100% zeker dat het geen Ribéry is die ertussen wordt gegooid. Als we naar alle epics gaan namelijk, dan zal je zien en dan zal je doorhebben dat wij qua nieuwe foto's, de nieuwe booster foto's, hebben wij hier alleen maar, waar zijn ze nou? Of zijn ze hier wat verder? We hebben alleen maar deze meneer, Xabi Alonso. Nou, dat is zeker weten een Guardian in zekere zin. Iemand die flinke stopping power hebt, dus Xabi Alonso is een English League Guardian. Die kan je maandag verwachten mocht je voor de Legends willen gaan. We hebben Shay Given. Dat is ook de Engelse competitie. Er kan verder niks worden toegevoegd meer. En niet zomaar een nieuwe foto of wat dan ook. Dus het is waarschijnlijk Xabi Alonso. Shay Given is het. Nou, ik weet niet wie daarvoor zou willen gaan voor een Shay Given. Maar er moet dan wel een hele goede versie van Shay Given zijn. En Xabi Alonso ook trouwens. En dan moeten we volgens mij gewoon weer even terug. En heb ik het even gemist? Ja, Dennis Irwin. Dennis Irwin is dan de leukste. Denk ik zelf zo. Maar dat die pack met z'n drieën, die lijkt mij het niet waard om daar überhaupt voor te gaan. Als Irwin 29 levels heeft, kan hij naar 95 raten. Dus hij zal wel zoiets hebben van 35 levels of zo. De vorige versie van Irwin had in totaal, even kijken, ja, dat kan ik hier niet zien, zeker. Ik dacht dat je het level wel kon zien. Maar dat kan je niet zien. Cost, points, nee, alleen de punt. Die had een potentieel van 94 en kon 31 levels. Nou, ik geloof dat deze 33 levels of zo gaat kunnen. 96 rated en dan naar 97 rated met een booster. En dat is wel een unieke speler. Alleen kan deze versie alleen maar linksback. Het mooie aan Irwin is dat hij linksback en rechtsback kan. Toch? Dat kon deze. Ja, linksback, rechtsback. En is dan een hele unieke guy die ook kan finishen. Alleen geen fullback finisher. Zou wel cool zijn als hij fullback finisher was. Dus ja, voor de Man United fans natuurlijk cool. Maar die pack, die lijkt niet zo speciaal te zijn. Die lijkt niet zo speciaal te zijn. En niet zo episch te zijn. Dat, ja, dat ziet er een beetje mager uit voor maandag. We hebben een apology gekregen van de admin. Nou, dankjewel voor de apology. Want er was een booster issue. En de booster issue was heel duidelijk. Player stats increase worden niet applied met een normal condition. Terwijl de stamina 66% of erboven is. Als de manager een playstyle proficiency heeft tussen de 65 en 79. En de curl player stat was niet applied bij een vrije trap
en een corner. Als iemand een curl booster had, dan maakt het niet uit op vrije trappen of corners. En nu hebben ze de compensatie, de 19e, hadden ze dat niet delivered as in... Oh, never mind. De 19-10 maintenance hebben ze compensatie gegooid. En 5 oktober hadden ze het al gefixt. En de compensatie is 3 contract renewals voor 10 dagen. Dus een maand lang aan contract renewals. Voor elke speler die je signede. En 50.000 GP voor elke speler die je signede. Wait a second. Krijg ik binnenkort heel veel GP? Want er staat... We are aware dat de GP-compensatie niet is gedeliverd als intended. Daarom sturen ze GP volgende maintenance, de 26e. Ik heb wel de contracttickets gekregen. Dan kan ik dus incalculeren hoeveel spelers dat zijn. Ik heb namelijk 51... Ik heb 510 dagen contracttickets. Hoeveel van die booster boys had ik dan al in mijn squad? Ik kan niet eens tellen. Dat zijn er heel veel. Dat is per speler. 3 contract tickets per speler. Had ik dan al 15 van die dingen? Nee, 16 van die dingen. Ik had 17 spelers al. Met boosters. Dus dan krijg ik 17 keer 50.000. Dat is echt cool. Ik krijg gewoon 850.000 GP. Nou, dankjewel. Dankjewel, admin. Dus we krijgen 51 contract renewal tickets. Daar kunnen we ons team weer mee renewen. Na een jaar stopt het contract ermee. Deze game loopt door en door en door. Maar na een jaar stop je contract ermee. Dan moet je het gaan managen met die tickets. Nou, dat is dus heel erg fijn voor ons. Want nu komen we op iets van 400 keer 10 dagen. En we hebben de Player of the Week. De Player of the Week. En laten we die als eerste gaan reviewen, de Player of the Week. We hebben 4 kansen voor deze spelers. Natuurlijk, het is alleen maar nationale wedstrijden geweest. We hebben alleen maar National Games gehad. En de National Games consisten of Salai. Het is vooral in het weekend. Buiten het weekend doen ze nooit kijken. Maar vooral in het weekend, vrijdag, zaterdag, zondag wedstrijden. En dan zien we Salai van Hongarije. We zien Wilson van Wales. Skov van Denmark. Gries, Flacio Dimos. We hebben Carlsen van Zweden. We hebben Otamendi bij Argentinië. Laporte bij Spanje. We hebben Luke Bacchio bij onze Belgenburen. Cristiano Ronaldo heeft zijn allereerste e-voetbal 2024 Play of the Week wel gebaseerd van zijn flink genurfde kaart. Ik geloof niet dat het heel goed kan zijn. We hebben Ilkay Gundogan. Eindelijk wist Duitsland een potje te winnen, maar volgens mij gisteren of vannacht niet. En we hebben Kylian Mbappé, die voor het Albert Heijn bord staat. En dan weet je het wel, met al die oranje mensen erachter. Dat was tegen Nederland. En je weet natuurlijk welke goal dat is. We gaan even kijken. Natuurlijk kijken we niet alleen of de Play of the Week het waard is. Met heel veel 5 sterren is het altijd waard. Want het is de makkelijkste manier om ook snel weer contract renewals te krijgen. Voor bijvoorbeeld je Legends die misschien nu af gaan lopen. Mijn Barcelona en Johan Cruijff is bijvoorbeeld afgelopen. En dat gaat alleen maar meer en meer en meer gebeuren. Aangezien vorig seizoen het eerste echt volle seizoen was. Dat hele goede spelers hun contracten aflopen. Die je nog steeds fantastisch kan gaan gebruiken. Nou, hebben wij, naast dat wij kijken of het waard is, is het ook leuk om te kijken, heeft zo'n speler al eerder eentje gehad? Wat zijn de verschillen vergeleken, de standaardkaart, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En Salai heeft nog nooit eerder een Player of the Week gehad. Hij is tweebenig. Very high weak foot accuracy. Dat is goed. Dat is heel goed. Hij heeft prima snelheid, prima dribbling. Prima passing en finishing is eigenlijk ook best prima. Jumping en fysiek zitten wat aan de lagere kant. En balans is ook niet wauw, maar het is dikke prima verder. We zien
best wel veel player skills, maar heeft hij ook andere player skills dan dat hij normaal heeft? Normaal heeft hij Chop Turn. Chop Turn is weg. Er zijn wel flinke veranderingen zijn er hier trouwens, volgens mij. Oh, hij heeft sowieso Long Range Shooting erbij gekregen. Normaal heeft hij Scissor Find, Flip Flap, Chop Turn, dat is weg. Heading staat er nog wel. Chip Shot Control staat er nog wel. Rising Shot staat er ook nog wel, maar hij heeft normaal ook Dipping... Of hij heeft nu ook Dipping Shot erbij. Dus Chop Turn vervangen we voor Dipping Shot. Naast Rising ook Dipping. We hebben daarna hebben Acrobatic Finishing, maar Long Range Shooting zien we ertussen staan. Dus hij heeft Dipping Shot en Long Range Shooting erbij. In plaats van Penalty Specialist, want die zien wij niet meer erbij. Verder heeft hij normaal gesproken Gamesmanship. Die zie ik ook niet, maar ik zie wel True Passing. Dus Gamesmanship is vervangen voor True Passing. Dat is wel chill hoor. En Trackback heeft hij. En dat had hij normaal gesproken ook. Dus veel verschillende player skills. De guy heeft ook een gameface. 1,82 op 75 kilo. Is leuk. Is leuk. Zeker weten is die Salai leuk. Ook al is hij 4 sterren, mij lijkt die leuk. Dan hebben we Scoff. En dat is ook een hole player. En wat een ridiculous slechte attacking awareness heeft hij. Wow, wat heeft hij een slechte attacking awareness. Ongelooflijk. Scoff, jongen, vriend. 68 attacking awareness, dat wordt 70 met een manager boost. Hij heeft ook hele lage tijd possession. Ja, deze is niet waard. Deze is het niet waard. Hij heeft wel hele goede voorzetten. Hij is relatief snel, maar hij kan niet springen. Hij kan wel vrije trappen. Wat een aparte speler. Dat wel. Hij is sowieso apart en uniek. Wie weet speelt hij wel heel goed op het veld. Dat weet ik niet. Hij kan ook linksback. Hè? Hij kan linksback. Hij kan linksmid, rechtsmid en rechtsvoor. Hij is een holeplayer. En hij is 1,85. Dat is best groot. Ik weet niet wat er allemaal gaande is met deze guy. Maar deze guy is niet heel aware of his surroundings. En is... bizar apart. Ja. Ja, ik weet niet wat we hiermee aan moeten. Die zou ik niet per se willen. Dan hebben we Wilson. Wilson! En Wilson is 26 jaar holeplayer. 92 overal. Schaduwspits. Best wel netjes ziet hij eruit. Hij kan ook aanvallende middenvelden. Links voor, links mid, rechts mid. En zijn finishing is best hoog. 83. Zijn dribbling is prima. Zijn speed en acceleration is ook prima. Wilson! Ja, Wilson. I love it. Tom Hanks. Wanneer komt de Castaway 2? Maar dan vanaf het perspectief van Wilson. Dat zou cool zijn. CGI Wilson. Attacking awareness gaat naar 80. Balcontrol gaat naar 90. Dribbling 82, time possession 83, passing boven de 80, finishing boven de 80, vrije trappen boven de 80. Dat telt niet eens voor de overall rating. Speed 80, acceleratie 86, 85 kicking power. Ja, alleen jumping, fysiek en heading is kut. En dan balans 84, staan we naar 82. Dat is met de manager boost van plus 2. I think dat dit een fantastische speler kan zijn uit Wales. Hij is 1,73, wel wat klein dus. Maar... Hij heeft wel hele leuke play skills. Heeft hij al eens eerder een speciale versie gehad? Are you special someone? Nee, nog nooit. Hij is normaal een creative playmaker rechtsvoor. Oh joh, hij kan normaal helemaal niet spelen hier. Normaal kan hij niet eens spelen op de schaduwspit. Hij heeft normaal gesproken scissors fine, maar hij kan niet meer zo goed scharen. Cut behind and turn. Heeft hij nog wel. Long range... Curler heeft hij ook, maar ik zie ook heading erbij. Dus hij kan koppen in plaats van scharen. Kan hij heel goed headen. We zien knuckle shot, dipping shot, rising shot. Dat is cool. True passing heeft hij normaal gesproken. Dat zien we hier ook, maar we zien ook first time shot erbij. Ja, dat maakt die knuckle shot, dipping shot, rising shot. En ja, maakt het gewoon cool. Is gewoon vet. True passing er dus nog steeds bij. Pinpoint crossing heeft hij zelfs. En outside curler. Gamesmanship is weggegaan. Ja, het is wel een tireentje voor mij. Scharen is voor vrouwen, toch? Nou, hij kon het ook, hoor. Hij kon het ook. Maar oké. Spicy, mighty MB. Damn. Flacio Dimos. Flacio Dimos doet me denken aan een Nederlandse e-sporter van deze game.
Altijd. We hebben iemand van 1,88. Hij was Wout Weghorst flink aan het uitschelden toen hij een penalty miste, Wout Weghorst. Maar hij deed het ook goed, Flacio Dimas, tegen Ierland volgens mij is dit. Ja, tegen Ierland. Want het is de wedstrijd in het weekend. Of op vrijdag. En Flacio Dimas heeft hij al eens eerder een special card gehad. De beste man toen hij bij Benfica speelde had vaak special cards in PES. Maar nu zijn we alweer jaren verder. En hij is 29 jaar. En nee, hij heeft nog nooit een special versie gehad. De man heeft best hoge reflexes. Leuke reach. Prima keeper stats. De jumping en physical is een beetje laag. Dus dat is waar hij eigenlijk het slechtst op is. Anders had hij met die keeper stats wel een 94 keeperkaartje. Maar zijn jumping en fysiek is niet zo goed. Dus wie weet speelt hij wel lekker. Defensive goalkeeper. Ik weet niet, ik zal hem denk ik nog wel even houden. 5 sterren kan je wel releasen voor 10 dagen contracttickets. En hoe hoger de overall rating, hoe meer GP als je dat nodig hebt. En dan gaan we door naar Carlsen. Carlsen is een linker middenvelder, creative playmaker, met low weak foot accuracy en een almost never uses. Dus die is echt stijf rechts. Geen innuendo. Hij is stijf rechts, maar geen innuendo. En Carlsen van Zweden kan ook in de spits. Hij is 1,71, dus hij is basically even lang als Lionel Messi. Nou ja, hij is 1 centimeter langer dan Lionel Messi. Die 1 centimeter zal niet veel verschil maken. En normaal gesproken heeft hij ook nog nooit een speciale kaart gehad. Dus dit zijn allemaal spelers die voor het eerst een kaart hebben waar je mee zou kunnen spelen. Wie weet zitten er genoeg fans tussen die denken, oh my god, eindelijk een Carlsen waar ik mee zou kunnen spelen. Ja, dat zou ik ook helemaal hyped om raken hoor. Als het bijvoorbeeld een Arjen Robben nog was, weet je wel. En dan, oh my god, hij heeft goed gespeeld. Hij heeft nooit een Player of the Week Arjen Robben, want hij is altijd geblesseerd. We gaan even kijken verder. Hij is in wavering vorm. Maar hij is zo stijf op één been. Dat is niet zo fijn. Verder heeft hij gewoon first time shot erbij gekregen. Andere playing style. Hij is dus niet lang. Wel snel. Goede dribbling. Lage balcontrol, tijd possession. Redelijke passing, finishing. En redelijke vrije trappen. Set piece taking en curve. Dat zie je linksonder hier. Dan zien we jumping en physical. Dat is ook een combinatie met heading. Die is laag, maar hij is ook 1,71. En ook balans is laag. Dus hij gaat vrij makkelijk van de bal gebeukt worden. En daarom ook niet zo goed. Otamendi dan is een destroyer. En ja, wat valt er te zeggen over Otamendi? Behalve dat die foto zo majestic is. Die Otamendi die is nog vrij goed in ballerina spelen. Otamendi is natuurlijk heel klein. Alhoewel, valt wel mee. 1,83, maar hij voelt altijd zo klein. En heeft al eens eerder een Play of the Week gehad. En dat was een Benfica Play of the Week. En laten we hem daarop vergelijken. Ja, simpel. Hij heeft... wanneer was dit? Dit was 27 april 2023. Dus dat is vorig jaar. In het seizoen 2022-2023 had hij deze versie. En... is de nieuwe Player of the Week beter dan deze? Nou ja, eigenlijk ook weer niet, ook weer wel. De nieuwe Player of the Week heeft alles min 3 van meevoetballende statistieken. Ja, ongelooflijk hè, dat dit dan 91 overal is en dit is 93 overal. Omdat zijn defensive awareness met 6 omhoog gaat, tackling met 3 omhoog, agressie met 1 omhoog en fysiek met 4 omhoog, is hij beter defensief. Maar voor de rest alles min 3 bijna. Min 3 speed, min 3 kicking power, min 3 jumping, min 3 balans, min 3 stamina, min 3 defensive engagement, min 3 curve, min 3 place kicking, min 4 heading, min 3 finishing, min 2 lofted pass, min 3 low pass, min 3 tight possession, min 3 dribbling, min 3 ball control, min 3 offensive awareness. Ook echt alles, maar alles is genervd bij deze nieuwe versie. Verder had deze heading en first time shot. Deze Argentinië-versie heeft acrobatic finishing en one-touch pass. Terwijl hij dus een stuk minder accuraat kan passen. Ja, in a way is de Benfica-versie quite extra endearing. Maar ja, ja, is hij goed? Moi, valt mee. Laporte dan, de meme, de FIFA-meme. Laporte. Hij zal 70 acceleration hebben met 75 topspeed. Kan vrij goed passen. Heeft een vrij oké controle. Zijn engagement en stamina is het laagst.
Dat is kut. Verder heeft hij wel hele leuke player skills, maar heeft hij geen blokker. En we willen wel naar de blokker, want blokker is eigenlijk wel echt een essentiële skill. Dus ook Laporte, die nog nooit een speciale Player of the Week versie heeft gehad, maar wel een Spanje versie twee keer. En een Manchester City versie, die je zelf kan trainen, ziet er niet fantastisch uit. Normaal gesproken heeft hij heading, weighted pass, man-marking, interception, aerial superiority en sliding tackle. Dus acrobatic clearance, one-touch pass, low-lofted pass. Dat is toegevoegd aan zijn skillset. Hij is ook normaal gesproken een build-up, maar deze versie is veranderd naar destroyer. Waarom? Als hij nou een build-up was, dan was dat misschien wat slimmer voor hem. Maar hij is een destroyer geworden en dat hebben we al niet genoeg. Dat is sarcastisch, want we hebben meer dan genoeg destroyers in deze game. Dus ook Laporte is niet zo goed. Dat gaat niet zo goed. Luke Bakio! Dat is lang geleden. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar ik vind Luke Bakio het leukst om uit te spreken. Er staat Luke Bakio. Die man is snel. Die man is een prolific winger en wat heeft hij? Hij heeft 99 speed met manager boost en 97 acceleration met manager boost. Hij heeft 94 dribbling met manager boost, maar wel 81 ball control en 72 tight possession. Dus in de kleine ruimtes kan hij het niet, maar raggen kan hij wel, want hij is hypersnel. Maar ja, hij kan alleen op de flank en ik speel niet zo vaak met flanken. Niet met linkerflank, rechterflank. Meer met schaduwspits dan. En dan alsnog redelijk aan de zijkanten. Zijn jumping is vrij hoog. Zijn fysiek niet. En balans is ook niet vrij hoog. Maar hij kan wel weer redelijk goed finishen. Hij heeft 84 finishing met manager boost. En hij is 1,87 meter. Die man is ook nog eens lang. Zo snel en zo lang. Als we nou positietrainers hadden en je kon schaduwspits trainen en dan hem gewoon raggen door de schaduwspits plaats. Ik bedoel, hij heeft first time shot, acrobatic finishing, long range shooting, long range curler. Dit op schaduwspits zou je echt heel leuk kunnen gebruiken. Hij heeft zelfs true passing. Ja, het is een leuke kaart om te hebben, to be honest. Maar winger speel ik niet zoveel mee. Maar leuke kaart om te hebben, die Luke Bakio. Uniek. Hij heeft volgens mij nog nooit een speciale versie gehad. Dus ja, waar speelt hij überhaupt? Hij speelt in de Spaanse League. Ja, hij heeft nog nooit een speciale versie gehad. En normaal had hij Marseille Turn, Chop Turn. En nu heeft hij Scissor Find, Marseille Turn. En hij heeft zijn True Passing heeft hij erbij geleerd. Gamesmanship is weer weg. Alright. Dus basically is Chop Turn weggehaald en Gamesmanship voor Scissor Find en True Passing. Dan gaan we naar Cristiano Ronaldo. Ja hoor, de allereerste Player of the Week, Cristiano Ronaldo van eFootball 2024, is gebaseerd op de flink genurfde Cristiano Ronaldo die sinds de eFootball 2024 is begonnen in de database zit. Terwijl de andere Cristiano Ronaldo Player of the Week nog gebaseerd was op de Cristiano Ronaldo van vorig seizoen qua in de standaard database, wat zijn standaard statistieken zijn van zijn standaard kaartje. En we zien iemand die het niet meer helemaal zo goed kan. Denken we dat het einde van het Latijn is van Cristiano Ronaldo? Is het het einde van zijn Latijn? 95 rated spits, 1,87 qua height. Hij is 38 jaar. Hij heeft wel goede attacking awareness en goede finishing. Maar wat is die dribbling, jongen? 79 ball control, 81 dribbling en 75 tight possession met de manager boost. Wel 85 top speed met 80 acceleration, dus hij is wel weer een tikkie sneller. Hij heeft 90 kicking power, 90 attacking awareness en 92 finishing met manager boost. Fysiek en balans is helemaal niet meer beschikbaar. 76 fysiek met 70 balans is wat aan de lage kant. En hij heeft 76 stamina. Wel volledig tweebenig. En hij heeft wat player skills. En de player skill die is vervangen is Chop Turn, denk ik. Alhoewel de feel is veranderd. Normaal heeft hij Scissor Find, Chop Turn, Heading. Chop Turn is weg. Knuckle Shot. Long Range Shooting. Acrobatic Finishing. Heeft hij niet meer? Deze versie heeft ook geen Acrobatic Finishing. Are you kidding me? Dat is echt een downgrade hoor. Acrobatic Finishing weghalen op Ronaldo. Vergeleken zijn standaardkaart heeft hij geen acrobatic finishing meer.
Wel first-time shot, maar nu ook one-touch pass penalty specialist. Captaincy. Hij heeft fighting spirit en verder heeft hij trackback. Dus hij kan terugzakken. Dit is de trackback Ronaldo die terugzakt. In plaats van dat hij acrobatisch kan finishen. Want zoals Baten zegt, dan breekt hij zijn heup. Als hij een beetje denkt van, hey, een goede volley. De been zo. Maar hey, Otamendi kan dat ook. Je ziet het op de foto. Die man is 35. Oh, die is wel 3 jaar, jongen. Het gaat snel, hè, boven je 30. Daar kan ik zelfs bijna over meepraten. Nee, daar kan ik nog niet over meepraten. Nee. Daar kan ik nog niet over meepraten. Ja, het is leuk om een Cristiano Ronaldo te hebben. Maar het is niet per se dat deze Cristiano Ronaldo zo speciaal is. En als je hem dus gaat zien vergeleken zijn andere Player of the Week. En dat was ook een National Player of the Week. Dat zijn zijn enige twee Player of the Weeks die je kan hebben. Nog steeds is deze Manchester United clubback Ronaldo het beste. Of je moet op mobiele telefoon hebben gespeeld. Dan heb je deze ook nog kunnen krijgen. Dan zou die het beste zijn. Dan is dit het verschil. Plus 4 offensive awareness. Plus 7 balcontrol. Die had nog 7 balcontrol meer. Die had wel 1 dribbling minder. Maar ook 10 tight possession meer had die Ronaldo. 3 looppass meer. 7 lofted pass meer. Zo, passing was ook echt zoveel meer bij deze Ronaldo. Finishing was iets minder. Heading was meer. Placekicking en curl wat minder. Dus daar heeft hij weer upgrades. Awareness tackling was minder dan de nieuwe Play of the Week. Agressie, dat heeft hij een stuk meer bij de nieuwe Play of the Week. Engagement is minder in de nieuwe Play of the Week. Speed is dus het grootste verschil. Deze was minder speedy. Dat is met 6 omhoog gegaan. Acceleratie is met 2 omhoog gegaan. Kicking power is met 4 minder op deze nieuwe versie. Jumping is met 6 minder. Holy shit, hij heeft maar 84 jumping. Zonder aerial superiority, die man die kan niet meer springen, man. Hij heeft en geen acrobatic finishing meer, wat deze wel had. En, nou ja, gek. Hij heeft wel weer wat meer uithoudingsvermogen en hij heeft iets meer balans. Dus balans en fysiek vergeleken deze Play of the Week, dat is een beetje hetzelfde. Maar dribbling is helemaal bottled bij deze. Maar wie weet speelt dat wel beter, je weet maar nooit. En hij kan minder springen, hij heeft ook minder schietkracht. En hij is wel wat sneller. Dit is een wat speedier Ronaldo. Ja, je weet het niet. Je weet het niet. Op papier ziet dit er weer veel minder goed uit dan alle andere Ronaldo's. Maar het is ook wel weer dat zijn balans nu compleet anders is van zijn statistieken. Sommige mensen vonden dat zijn AFC-kaartje van het AFC-toernooi, dat die best wel anders speelde. Maar dat is dus omdat dan de balans mogelijk van de kaart weer anders is. En het gaat soms niet per se alleen om de hoogte van de kaart. Maar soms kan één balans in statistieken, kan het gevoel van de speler toch connecten met je. Kan het toch connecten met je. Dan gaan we naar Gundogan. Box-to-box Gundogan. En Gundogan is 95, reed het nu. Hij is box-to-box. En hij is een DMF, defensieve middenvelder, met best wel veel defensieve krachten, zo te zien. Heeft leuke balcontrol, dribbling, heeft leuke passing, kan zelfs een beetje finishen. Hij kan goed tackelen, goede agressie, defensive awareness. Natuurlijk kan hij niet springen, dat is wel jammer. Maar zijn fysiek is nog best oké, 78, wordt gewoon 80. Zijn snelheid is dikke prima, 74, 79. En zijn kicking power is 80. Stamina gaat naar 90, attacking awareness gaat naar 80. En we zullen even kijken vergeleken de standaardkaart, wat zijn player skills zijn. Heeltrick is vervangen. Hij is normaal een holeplayer trouwens. Dat is wel interessant. Hij is bij Barcelona een holeplayer standaard in de database. En hij heeft heeltrick vervangen voor first time shot. En captaincy is vervangen voor interception. Daarmee heeft hij dus 1 defensieve player skill ook. En volgens mij was de City versie een stuk offensiever. Want er is echt een hele sterke secret DMF-versie. En ik geloof dat die beter is qua meevoetballendheid. Want deze is eigenlijk een 97-rated centrale middenvelder. Dus dat is überhaupt best wel vet. De kaart is sowieso best wel vet. Maar ik heb dus die Manchester City Gundogan. En die was 100-rated op AMF en 99-rated op CMF. Dus het kan zomaar zo zijn dat die beter is. Maar natuurlijk zie je wel 6 minder awareness, 7 tackling minder, 6 agressie minder, 6 engagement minder. Maar we zien wel 8 balans meer. Dus balans-fysiek combinatie vond ik leuker op de City-versie.
We zien 7 awareness meer, 3 ball control meer, 6 tight possession meer, 5 lofted pass meer, 8 finishing zelfs meer, 2 heading meer, 1 place kicking, 2 curve, 1 speed, 1 acceleration, 2 kicking power, 1 jumping en 8 balans dus meer. Dus wat heeft deze nieuwe meer? Defensief wat meer, fysiek wat meer en stamina wat meer en levert in op alles wat offensiever is. Maar toch zou het een leuke versie kunnen zijn. Qua player skills zien we dus dat. En deze versie had wel heel trick gewoon nog houdende. Maar die had outside curler er ook bij. En zo. Oh, dat hebben we sowieso. Oh, never mind. Dan was het first time shot, one touch pass en true passing, weighted pass. Ja. Ja, leuk. Sowieso als je die andere Play of the Week niet hebt, is deze het zeker wel waard. En verder is dit gewoon weer een compleet andere balans die dus nu echt goed kan verdedigen. En dat heb je misschien nodig dat je wel iets in kan leveren op de meevoetballende stats. Maar nu kan hij eindelijk full aggro losgaan. Terwijl hij nog best goed mee kan passen en zo. En dat kan voor een defensieve box-to-box echt een godsend zijn. En Kylian Mbappé dan, gebaseerd op de nieuwe Kylian Mbappé. Dat is ook nieuw, want Kylian Mbappé heeft ook een compleet nieuwe statistieken, standaard statistieken gekregen. Dit is de nieuwe Mbappé qua standaard in de game. Hij is een stuk lager qua balcontrole en tijd possession standaard nu in de game. Maar hij heeft wat meer snelheid erbij gekregen, vergeleken de vorige standaard Mbappé's in de database. Ook had hij vroeger veel meer placekicking. Vroeger was hij een stuk beter in de standaard database. En deze bijvoorbeeld, die zijn gebaseerd op de standaard Mbappé in de database. Alleen was zijn snelheid wel een stukje lager. Nu lijkt de snelheid al heel erg hoog te zijn. Dus als je zelfs denkt van ik wil die standaard variant zeg maar plus 9 en plus 9 doen, dan kom je al snel op midden 90 speed. Maar ja, bijvoorbeeld de dribbling zal je altijd zien dat dat vrij anders is. Met 86, 90, 81 bijvoorbeeld. En dan kan je nog wat shooting erbij, dan heb je 80 finishing. En ja, dat gaat dus mogelijk ook een downgrade zijn. Als we hem vergelijken bijvoorbeeld met de beste Mbappé qua Play of the Week, dan is dat niet helemaal eerlijk, want die beste Mbappé is een linksmid hole player. En linksmid zorgt ervoor dat je meer statistieken kan plaatsen. Maar gaan we hem vergelijken met een andere LWF, en dan moeten we niet de van dit seizoen noemen, maar bijvoorbeeld van het WK. Dat is ook een Play of the Week. Een LWF Play of the Week van het WK gebaseerd nog op zijn oudere kaart. Op zijn oudere base kaart. Dan kunnen we even kijken wat het verschil is. Behalve dat hij zoveel versies hebt dat ik wel heel klein moet kijken. Dan zien we dit. Dan zien wij dat vergeleken dus die Play of the Week van het WK. Dat hij 6 tight possession minder heeft. Want ja, zijn standaard versie heeft dat ook een stuk minder tight possession in de kleine ruimtes. Hij heeft minder offensive awareness. Heeft hij maar 80 offensive awareness? Ja, jeetje. Hij heeft minder balcontrol. Hij heeft minder heading, minder placekicking, minder balans en minder stamina. Wat krijgen we ervoor terug? Iets meer lofted pass, finishing curve, defensive awareness, tackling, agressie eentje meer, 6 speed meer, 2 acceleration meer, kicking power 1 meer, jumping 2 meer, fysiek 1 meer en dat is het. Verder heeft hij long range drive. En chip shot control heeft hij sowieso al. Long range drive op de plaats van rising shot. En gamesmanship had deze nog. Deze heeft captaincy. En dat heeft hij überhaupt nu, captaincy. Oh damn. Hij heeft long range curler dus erbij. Als skill. En hij heeft one touch pass, first time shot altijd al. Acrobatic finishing altijd al. En nu kan hij geplaatst met deze kaart, kan je ook goed schieten. Heb je nog nooit een speedy Mbappé? Is hij leuk om te proberen? Ook al is hij dus wat minder met close control dribbling. Dan heb je best wel een leuke Mbappé. Maar bijvoorbeeld de Showtime Mbappé is zoveel beter. De World Cup Big Time Mbappé is ook zoveel beter. Als je kijkt naar mijn Showtime builds van Mbappé bijvoorbeeld. Als we even naar My Team gaan en we gaan even... Ja, ik had even Turkse spelers gehaald. Die moeten we zo even weghalen. Deze hebben we bijvoorbeeld 92 speed, 92 acceleration met alles 90 op dribbling gedaan. Gewoon just because. Dus dit is mijn LWF big time. En het zou ook wel moeten zijn dat deze nog altijd lang beter is. Ook al verloopt deze over 68 dagen.
Deze verloopt over 68 dagen al. Over 2 maandjes is deze Mbappé verlopen. Dan heb ik hem al 1 jaar. Dan moet ik contractrenewal tickets gaan gebruiken. Ja, deze heeft een leukere balans. Fysiek combinatie, leukere dribbling. Finishing vrijwel hetzelfde dan. En nog kon deze vrije trap een beetje nemen. En attacking awareness 88 is natuurlijk ook echt zoveel beter dan de 80 attacking awareness van de Mbappé die we nu zien. En als we Showtime Mbappé erbij pakken, deze is voor de spits, dan zie je dat ik hier een hele snelle Mbappé heb met 94 speed, 97 acceleration. En dan heb ik alsnog meer dribbling, balcontrol, tijd possession. En dezelfde finishing. Balans is dus hoger. En set-piece taking en curve was hier wel al genurfd. Zijn vrije trappen gingen er al heel snel aan, de set-piece taking. Die is hier 73 in plaats van 81 op die big time. Maar ook hier zie je dat deze dus een stuk beter is dan de Player of the Week. Dus in zekere zin zou het voor mij niet per se toegevoegde waarde zijn. Maar aangezien de Player of the Week niet zo goed is deze week, een 97 rated Mbappé releasen geef je volgens mij iets van 130.000 GP. En dat heb ik altijd nodig voor die skill trainers. Plus, het geeft je altijd weer 10 dagen contract renewals. Dus dat is sowieso altijd easy, easy winnings. En natuurlijk wil ik hem wel een keer gaan uitproberen. Want elke Mbappé-combinatie kan weer gek zijn. En je weet maar nooit. Wie weet is die 96 speed, 95 acceleration wel vet OP. Dat hij ineens activeert. Of lagere tijd possession, dat hij daardoor betere footpacing hebt met die snelheid. Dat kan echt. Dat kan zomaar. Want hij komt op 98 topspeed met 97 acceleration. Nou, die combinatie heb ik nog nooit gehad. En dan heb je 93 dribbling met 84 balcontrol en 80 tight possession met 88 finishing. Ja, wie weet. En wie weet met die attacking awareness loopt hij wel goed genoeg terug. Hij is geen goalpoacher, hij is wel echt prolific winger. Dat is wel een nadeel voor mij, omdat ik hem dan altijd centraal zou willen spelen. Maar je weet maar nooit. Dus dat is wel altijd welkom. Maar heb ik tier 1 targets? Mijn tier 1 targets gaan dan naar de underdogs. Deze Wilson ziet er juicy uit voor mij. Salah ziet er ook leuk uit voor mij. Maar iets minder juicy dan Wilson. En Luke Bakio is ook heel cool. Verder Ronaldo en Mbappé zou ik niet erg vinden. Want dat is altijd leuk om uit te proberen. Die Gundogan. Ik heb die Man City Gundogan. Maar eentje met heel veel defensive stats zou ik ook leuk vinden. Wie zou ik echt niks vinden? Ja, Otamendi, Laporte, Carlson en Skov. Al helemaal niet. Dat zou voor mij echt kut zijn. En Flacio Dimos is gewoon grappig, maar ook niet echt leuk. Dus hier zitten ze. Deze 1, 2, 3, 4, 5 zou ik meh vinden. De rest zit tot leuk tot heel leuk, maar niet ultiem leuk. Dus deze Play of the Week, omdat vaak hebben we wel ultiem leuke, is wat minder. Maar once again, veel 5 sterren, het zijn maar 3 kansen, is wel easy contract renewals. En als je denkt, ik ga dit sowieso nog spelen het komende jaar en ik wil bepaalde spelers behouden, dan is het wel essentieel dat je een contract renewal ticket databank opbouwt. PES, yes, this is PES. Dit is PES, dit is PES, the voice of reason, klopt. Alright. De glazige wrichten van Ronaldo. Of wordt het de Mbappé die Nederland pijn heeft gedaan? Dat vind ik wel grappig eigenlijk. Ik weet niet waarom ik daar grappig ben. Ik ben denk ik een ramptoerist wat dat betreft. Of wordt het een Gundogan? Of wordt het die Wilson holeplayer voor mijn holeplayer squad? Die best wel heel erg goed eruit ziet. En ik heb ook een Play of the Week only squad. Wie wordt het? Laten we gewoon gaan kijken. En laten we gewoon hopen op ons geluk en niet te veel gaan sidetracken daarin. Vijf sterren in ieder geval, dat is altijd goed. En het is Otamendi. Oh my god. Hebben we het over glazige wrichten en dan komt de guy met de grootste foto waarbij die echt nog denkt van ik ben lenig. Man. Wat is dit ook voor foto? Je kijkt gewoon naar zijn kont. Goedemiddag even Rockboy, hoe gaat het ermee? En dan is het Otamendi. Nou ja, we laten hem wel even in onze squad zitten. Maar we hebben nog 3 kansen. Daarna is het voor altijd weg. Ah, jee. Laten we snel door. Teleurstellend dat wij meteen... een van die paar die we niet wouden.
Het kan Wilson zijn, though. Het is... Nee. Was Wilson 4 sterren? Nee, die was zeker 5 sterren. Nee! Why is he showing everyone his ass? Yeah, that is what I was asking. I feel like Konami was shitting on me with that one. Oh my god. Skof, jongen. Het is een unieke kaart, maar... De tight possession. De attacking awareness. De tight possession. I don't know. Hij is wel lang. 1,85. Snel. Leuke balcontrol dribbling. Goede lofted pass. Very high weak foot accuracy. Het is uniek. Deze Skov, die lok ik om het feit dat hij nooit een, zo'n versie heeft gehad. Nog 2 kansen. Hij is even lang als jou. Ben je 1,85? Damn. The Voice of Reason zegt, ik ken je nog van vroeger volgens mij op YouTube. Generatie Bardo, Thomas, Dylan, Renato Koning vlog. Klopt dit? Kan kloppen, ja. Kan kloppen. Kan kloppen. Ik hoop dat je dat hoorde. Alright, nog 2. Here we go. Kom op. Kom op. 5 sterren. 5 sterren. Wie is het? Luke Bakio! Belgen Rejoice. Het is de allereerste speciale versie van Luke Bakio. Hoppakee. We hebben iemand die ik mogelijk niet zo snel kan gebruiken. Totdat hij schaduwspits krijgt. Dus dit is een beetje... Hey, die gebruik ik niet zo erg, maar... De man is snel. De man is lang. 1,87. Lijkt wel Aubameyang, man. Lijkt wel Aubameyang-stijl player skills. Love it. En dan hebben we dit gehad. Wilson is ook 5 sterren. 4 sterren is sowieso Salah. I don't know, man. Wordt het nog in ons gevreven en krijgen we de Mbappé tegen Nederland zelf dan? Nee, dat zouden ze ons nooit aandoen. Of wordt het Cristiano Ronaldo of zo? Nee! Oké, het is Carlsen. Ik wou Wilson! Niet Carlsen! Nee, dat is niet goed gegaan. Onze Play of the Week geluk is niet goed gegaan. Dat is niet zo fijn wat daar gebeurt. Geen Play of the Week geluk. We hadden wel epic geluk, in zekere zin. Dat was het maximale wat ik qua epics kon, om Ribéry te gaan halen. Ik had nog wat coins over, überhaupt. Dus weinig geld uit hoeven te geven. En we kregen Bergkamp en Ribéry. In een hele snelle tijd. Veel te veel 5 sterren voor wat ik had. Dus dat is heel nice. We hebben Frank Ribéry. Welkom bij de club. Dichter bij Arjen Robben kan het niet. Dichter bij Arjen Robben kan het niet, volgens mij. Nu nog Arjen Robben erbij. Coole gameface heeft hij. 2012-2013. Dat is het seizoen waar ze ook de Champions League wonnen aan het einde. Dus dat is een heel erg leuk shirtje ook voor mij. Veel emotionele waarde heeft dat. En we hebben Dennis Bergkamp. Die een hole player is geworden. Hij kan nu door de gaten duiken. Dat is super vet. En ja, Carlsen, die kunnen we eigenlijk wel meteen wegdoen. Ook al is het een unieke kaart. I'm not a fan of that. Dus ja, die doe ik meteen weg. Ik vind Luke Bakio wel cool. Otamendi, die gaat waarschijnlijk ook weg. Maar daar moeten we even naar gaan kijken. En dan is de vraag, welke clubpack gaan we doen? Ik heb een keuze. En ik heb hulp nodig. We hebben nu eindelijk de nieuwe managerpacks. Het was even 1 week ertussen. En het is Bayern München. Hier heb je Bayern München. Voor als je meteen met allemaal Bayern München spelers wil spelen. Altijd wel leuk geboost. Fullback finisher Masraoui hebben we. Je hebt, als je Sané wil, heb je Kimmich nog niet. Kan je meteen Kimmich hebben, die nu natuurlijk wat kaler is tegenwoordig. Of wil je Upamecano, of wil je een Harry Kane Bayern München editie met zijn 59 acceleration. Het kan allemaal. Of Leon Goretzka met zijn lage acceleration. Of een Kim Min-Ye. Het kan allemaal. De booster is Thomas Tuchel. En Thomas Tuchel die geeft iedereen extra fysiek. +1 op fysiek.
En de playstyle die je moet spelen met hem is Out Wide. 85 Out Wide heeft hij. Dus dan zou je de Out Wide playstyle moeten spelen. Die best wel leuk is op dit moment. Out Wide, ik zie meerdere mensen daarmee spelen. En heel veel plezier mee hebben. En Thomas Tuchel heb je dan ook. Heb je ook een leuk fotootje, weet je wel? Een leuke managerfoto. Ik weet niet of je dat doet. Maar dat vind ik wel vet. Verder hebben we San Paolo Pioli, volgens mij of zo, hoe die ook maar heet. En die heeft dat AC Milan onder zijn hoede. En bij AC Milan krijg je Reinders, die nog geen gameface heeft. Die moet nog even een gameface hebben. We krijgen Krunic, ook box-to-box. Die heeft wel een gameface. We hebben Loftus-Cheek, een holeplayer dan. Een leuke Loftus-Cheek holeplayer kaart. We hebben Simon Kjær, die niet meer zo goed doet, maar nog altijd vind ik hem een held voor het instant helpen van Eriksen. En Calabria. We hebben hier Calabria. Ook hebben we Tia. Dat doet een beetje denken aan het Tialf Stadion of zo. Daar denk ik altijd aan als ik zijn naam lees. Dat klopt, zei ik, Voice of Reason. Sorry, je had advertenties, maar ik zei, dat klopt. Tia, extra frontman, 1,94 is hij en vrij snel. Dat is best wel grappig. We hebben ook Olivier Giroud. Maar hey, de keeperversie van vorige week is natuurlijk veel beter. Tuurlijk. Je zou dan met Pulisic kunnen spelen. Met Magnon. Mocht je nog geen Magnon hebben. En ook Theo Hernandez. Weer een nieuwe fullback finisher Theo Hernandez. Ik ben wel even benieuwd hoeveel levels en hoeveel beter hij is vergeleken de Theo Hernandez die ik heb. Gewoon om even te kijken. En dan ben ik benieuwd. Wat zou ik moeten doen? Wat zou ik moeten doen? Als we kijken met de Theo Hernandez bijvoorbeeld van de Guardians van 8 september. Volgens mij heb ik die niet hoor, trouwens. Maar dan is die basically op hetzelfde niveau als zo'n premium pack in een Epic pack. Alleen deze heeft extra defensive awareness en minder acceleration. Dat is wel cool. Dus dat betekent dat ze best wel on par zijn met featured kaarten die je kan vinden in de Epic Boxes. Naast de Legends, zeg maar. En we hebben Rafael Leão als prolific winger. En Pioli, die geeft iedereen een tackling boost met 1 punt. Dus het hele team krijgt 1 tackling meer op zijn statistieken. En quick counter is die. Dus dit is een quick counter manager en dat is wel wat ik het meeste speel. Dus het gaat, denk ik, tussen Pioli en de volgende manager. Maar wat denken jullie dat het coolst is? Welkom bij Simeone Inzaghi. De broer van. Inter. Blauwe Inter. Dan krijg je een attacking fullback Darmian. Dumfries, De Vrij. Dan krijgen we Marcus Thuram. Ik ben nog steeds op zoek naar een speciale versie van Thuram. Ik heb nog geen enkele speciale versie van Thuram. En hij is 1,92. Dat vind ik zo cool. Plus hij is de zoon van Legend Thuram. De verdediger Thuram. Die bij Barcelona ook speelde. En het WK heeft gewonnen met Frankrijk in 98. Ik wou deze Marcus Thuram. Deze Frankrijk Marcus Thuram wou ik. En nu is dus de vraag. Hoeveel beter is deze Thuram? Dus wat we gaan doen. Of komt hij op dat niveau? Want ik heb deze Marcus Thuram dus niet weten te packen. Dus dat vond ik heel erg jammer. Komt hij op het niveau? Nou, ik druk ze op de verkeerde. Sorry. M Thuram. Komt hij op het niveau van die? Deze heeft 31 levels gehad. Deze heeft 25. Oeh. Dan komt hij denk ik niet op het niveau. Deze Marcus Thuram zag er zo ongeveer uit. Maar dan is ook de vraag, als je 6 levels minder hebt, wat is het verschil? Oh, het verschil is zelfs nog worse. Nee, de Frankrijk Thuram is wel een stukje beter. Hij is gebaseerd op een nieuwe Thuram kaart, denk ik. Want die Thuram is 88 kilo. En hij is 2 kilo aangekomen. Want hij is nu 90 kilo. Ook in de standaard database is hij 90 kilo. Dus deze Thuram was nog van 24. Oh, die was nog net in die voetbal 23. Vandaar, deze is gebaseerd op zijn nieuwe statistieken. En die zijn genurfd dan of zo. Dat is wel jammer. Maar het is wel een Thuram. En dat is wel cool.
Je kan ook DiMarco hier, goede fullback finisher DiMarco. Sommer, die heeft altijd goede reflexen, maar weinig reach heeft deze, zeg. Jeetje, mina. We hebben Fratesi, Calhanoglu, Bastoni, Lautaro en Barella krijg je hier. Dus dan is de vraag, want deze is ook longball counter en quick counter. Longball counter 70, quick counter 85. En Pioli, mocht je een subtactic hebben in een andere stijl, die heeft out wide 75. Die kan quick counter en out wide, kan hij als subtactic. Mocht je out wide willen spelen met iets genurfde stats als subtactic om snel te kunnen switchen in game, dan zouden we met hem out wide ook kunnen gaan om hem wider te maken. Maar verder, of de een die boost altijd fysiek in elke wedstrijd met één, dat je hele team één fysiek meer hebt en de ander heeft meer stamina. Welke zullen we doen? Inter of AC? Wat vinden jullie? Wat vinden jullie? Welke heeft de leukste spelers, denk je? Het is één van de twee. Inter of AC Milan? What are we gonna do? Hoe is PES tegenwoordig of e-voetbal dan? Ik heb toen een beta gespeeld 2 jaar geleden. Vond het niets. Ja. Het is daarop voorgeborduurd. Het is een live service game. Zoals Fortnite. Zoals een F1 game. Of F1 game. Zoals... wat is live service? Rocket League. Dat soort dingen allemaal. Dus het loopt maar door en door en door. Ook de fantasy team game mode loopt gewoon door en door het hele jaar. En dat betekent ook dat ze niet updates tegenhouden om volgend jaar weer met een grote update te komen. Het wordt gewoon elke maand geüpdate met ook nieuwe gameplay elementen. Het kan ook op een gegeven moment naar Unreal Engine 5 gaan. Nieuwe game modes kunnen gewoon zomaar worden toegevoegd. Dat soort dingen allemaal. Dus het is gewoon een doorlopende live service game. En dat is, ja, dat was het doel van e-voetbal. Een rebranding. Het is eigenlijk ook geen PES meer. Maar het komt wel van PES af natuurlijk. Inter heeft leukere selectie. Inter heeft mogelijk ook de leukere manager, denk ik. Quick counter en stamina omhoog. Dus dan uithangingsvermogen van mijn hele team gaat met 1 punt omhoog. Nou ja... Dan blijven ze langer wat fitter. En dat is altijd fijn. Ook om het feit. Weet je waar ik altijd bang voor ben met manager boosters? Ik ben bang met manager boosters. Als je bijvoorbeeld topspeed boost zoals Ten Hag. Dan kan de balans van al je spelers kan opfucken. Want het kan zomaar zijn dat ze dan te veel topspeed krijgen. En dat dan dus je hele player balance op papier. Dat wordt dan helemaal kutter. Want dan zou je ze allemaal met ook je manager... Zou je ze al helemaal moeten trainen met wat de manager ook geeft, zeg maar. En dat wordt heel erg pijn. Want zelfs 1 topspeed omhoog kan dan helemaal ineens de speler wat houteriger laten aanvoelen en dat soort dingen. Maar ook balcontrol 1 omhoog kan ineens veranderen voor een compleet andere dynamiek in je spelers. En dan denk je, ja, maar het gaat toch omhoog. Ja, maar je traint dan een speler heel netjes en zo. En soms kan je echt precies het zo hitten dat hij vloeiend aanvoelt. En soms kan hele hoge dribbling ineens het helemaal verneuken. Het is allemaal de balans van de spelers. Hoe loopt hij goed? Hoe paced hij goed? En stamina heb ik het gevoel dat je daar minder last van kan krijgen. Maar dat je wel iets boost wat wel een gameplay element is. Wat wel een gameplay element is. 1 punt doet meer dan dat je denkt. 1 punt. En helemaal als elke speler 1 punt extra hebt, doet meer dan dat je denkt. Dat is echt een groot verschil. Als je hele team 1 stamina meer hebt, dan heb je dus +11 stamina over je hele team. Dat is best wel veel. En dat is dus een element van als je stamina naar beneden gaat, dan gaan je spelers minder goed spelen. Dus je stamina gaat toch een tikje minder snel naar beneden. Dus dat is voor mij mogelijk een meest leuke houvast quick counter manager. Dat is mijn bouw daarachter. En sommige mensen kunnen misschien andersom denken dat... Oh ja, maar wat als iedereen +1 finishing krijgt? Dat iedereen net even iets beter kan finishen, dat klinkt toch veel krachtiger. Ik vind juist het tegendeel. Dat +1 stamina, je kan er mogelijk wat minder van merken. Maar ja, alsof je wat merkt van die finishing... Maar het boost meer een gameplay element die je mogelijk nodig hebt over je hele team. En het is toch mooi meegenomen.
Dus ik zou zelf zeggen dat die het krachtigst is. En fysiek, ja, dat iedereen wat fysieker is, is ook best netjes trouwens. Alleen toch heb ik het gevoel dat ik met hem wat meer ga kunnen, ook met de players daarachter. Met Simeone. En ik vind het wel een coole managerfoto. Maar dan gaan we ineens managers vergelijken met hun uiterlijk. Dus ik denk ook dat we hier wat meer aan hebben. Heb ik ook weer een nieuwe Nederlandse, De Vrij en Dumfries. Mocht die mogelijk verlopen, dan hou ik die. Sommige zou ik weghalen. Marcus Thuram was iemand die ik heel graag überhaupt een versie van wou. En Barella is altijd goed om daar leuke versies van te hebben. Kan ik ook weer even op een andere manier gaan trainen. Vind ik ook leuk. En wie weet is die Barella wel heel vet trouwens. Ik heb dat allemaal nog niet uitgekeken. Maar Inter is dus wat we denken. Waarom ga ik naar Futhead? Dat bestaat niet eens meer. Inter is wat we denken. Oké. Dan gaan we even ook nog even kijken wat Barella bijvoorbeeld doet. We hebben hier Barella. Deze Barella, die is de laatste Barella die er kwam. Dat was Highlight Italian League. Oh nee, niet. Dat is niet de laatste. De laatste is... Nou, ik heb geen idee meer welke de laatste is. Deze heeft alleen wat meer balcontrol vergeleken de Highlight Italian League. Oké. Maar deze heeft 28 levels. Die had ook 28 levels. Oké. Dan is die Barella decent enough. Maar niet de beste. Laten we ervoor gaan. Stamina boost. Let's do this. Simeone Inzaghi wordt onze quick counter manager. En ik denk dat we daar goed aan doen. En deze man die wou ik zo graag hebben. Leek me gewoon zo leuk. Om een Marcus Thuram te hebben. Ik denk niet dat zijn foto op de kleine versie is. Oh wel. Dat vind ik zo grappig. Hij kijkt zo grappig. Ik lok hem even al nu al apart. En de rest verzilveren we gewoon. Al deze spelers krijgen wij. Alright. Dan wordt dat onze quick counter manager. Altijd extra uithoudingsvermogen. Dat is misschien het meest onzichtbaar. Alhoewel ik daar dus ook niet per se in geloof. Maar ik zou dan bijvoorbeeld hier bij de underdogs, waar Tomori nu geen contracten meer heeft. Ja, je gaat het steeds meer krijgen. En ik heb nu gelukkig wel 300 plus 10 dagen. Dus ik heb meer dan 3000 dagen. Dan kunnen we hier de manager veranderen. Naar deze guy. Stamina plus 1. 85 quick counter. Hebben we ook nog een foto. En dan zou je dus zien dat iedereen zijn stamina omhoog gaat. 89, 89, 89. Deze guy gaat nu naar 91. Deze guy gaat naar 80. Oh, Weert stikt de 80 aan. Ja, ik denk dat stamina echt heel krachtig is hoor. Hoe meer stamina, hoe langer je spelers gewoon goed blijven. Ja, ik heb Giroud hier op goal. Gewoon voor de lol. Thomas Müller heeft dan ineens 78 stamina. Dan heb je ook een beetje de mensen waarvan je denkt... Oeh, stamina wel heel laag. Dat ze toch net even één tikje hebben. Hey, the voice of reason. Leuk dat je er was, man. Let's do the cup. Let's do the cup. We kunnen nog wel een cup game doen. Maar de cup game, dat heeft niks te maken met de teams die we nu hebben... Want we moeten een team hier kiezen. En ik heb weinig Turkse spelers. Willen we nog een Turkse speler halen? Ik denk het niet echt, to be honest. Krijgen we dan alleen maar Galatasaray spelers? Oh, dit is echt voor één team waar je mee moet spelen. Oké. Nou ja, hebben ze wel allemaal... het is niet voor één team. Maar je krijgt wel van één team krijg je alle spelers. Maar heb je van andere teams spelers zoals ik heb... Bakasetas, dan komt hij er wel tussen te staan. Oké. Nou, dat is wel grappig. We kunnen wel heel even kijken of wij... Of wij hier een Turkse speler willen. Willen we eentje proberen? Of drie proberen? We hebben Fred, we hebben Chamberlain. Bailly speelt daar. Hakim Ziyech! Daar is hij weer. Lang niet gehoord van hem. We hebben Tijd. Oh, Angelino. Die speelt daar ook natuurlijk. Livakovic speelt nu ook bij Fenerbahce. Leuke keeper is dat, zeg. En we hebben Tanguy en Ndombele. Veel spelers die we kennen. Weet je wat? We doen drie van die spelers. Die gaan we proberen. Drie. That's all. Probeer de drie.
En wie weet komt er wat leuks uit. Vind ik wel leuk. Trendyol heet het nu. 5 sterren, let's go. Misschien dat we meteen stoppen als het Livakovic is. Ja hoor, we stoppen. Dat was het. Dat was letterlijk waar ik het meest hype van was. Nou ja, oké. Okay. De keeper die ik even wou, die hebben we. Zo droog. What the heck. We stoppen meteen. Ja, die wou ik. Daar dacht ik van, oh, dat is ook leuk. Hebben we een versie van Livakovic. Muslera is trouwens ook een leuke keeper hoor, daar niet van. Die heeft gewoon 99 jumping, deze versie van Muslera. Zet ik gewoon een Fenerbahçe speler op goal. Dat is misschien een beetje erg. We trainen hem even. We hebben niet veel training meer over, omdat we wat rustiger aan doen met alles. Maar dit moet hem doen. 21 levels. Damn, 90 reflexes. Goede jumping ook. Nou, dit is perfect. 4-8-8-8. Ja, beter kan je eigenlijk niet doen. Anders dan ben je aan het inleveren op jumping en physical. Dus qua puntenverdeling is dit wat we kunnen doen. 92 reflexes, 91 reach. Met 88 jumping en 80 fysiek. Nou, dat is heel leuk. Dat ziet er heel leuk uit, die Livakovic. I like it. I'm a fan. Bakasse, tas holeplayer op een plaatsje van Mertens of zo. Want die Mertens die is zo traag nu volgens mij. Die heeft 59 speed, 87 acceleration. 59 speed, 87 acceleration heeft Dries Mertens. Ik snap daar helemaal niks van. Bakambu is wel snel, Icardi is wel leuk. En Dombele, die heeft zo'n rare foto, maar die kan mooi daar. Torreira, zo! Wat een tackling. Doe maar op die manier. Want dan hebben we Tanguy, die kunnen we op defensive gooien. Jesus. Torreira, die is zo klein, maar die heeft zo'n goede tackling hier. Hè? We hebben Nelson. Voor mijn gevoel komt hij niet van mijzelf. Maar Nelson is ook dikke prima. Davinson Sanchez, die ziet er al helemaal goed uit. Bowie heeft 99 speed. En Angelino die is wat beter in creatieve dingen. En verder hebben we Ziyech hier natuurlijk gewoon. Oh ja, Demir Bay is niet zo snel. Hè, maar heeft extreme passing en kicking power. En is defensief nog goed. Die kunnen we wel offensive gooien. En dan hebben we een prima team met een prima keeper. En iedereen heeft leuke stamina. Boost. Dus dat is ook mooi. Ja. Laten we kijken of we wat kunnen vinden. Let's take a look if we can find something. Als we nog een wedstrijdje kunnen vinden, kunnen we nog een wedstrijdje spelen. En dan kunnen we even kijken. Dan kunnen we even kijken of onze Livakio, hoe heet die? Livakovic. Of die het een beetje kan. Oh, Livakio. Let's find a game. Dat is alle updates van deze week voor eFootball. Dus ik weet niet of het voor iedereen waard is om de Play of the Week te gaan bekijken. Maar de Play of the Week, I mean, het is wel de easiest way om krachtige spelers te krijgen. Maar denk je van, ik doe het puur alleen voor, zeg maar, ik heb 1 squad. En daar heb ik bepaalde spelers in. En alles wat je verder wil prikken, dat moet een upgrade zijn. Dan denk ik dat die Play of the Week het niet is. That it's not the way. Ja, dan valt het wat tegen. Ze zouden dat moeten boosten überhaupt. Ze zouden dat überhaupt moeten boosten wat meer wat betreft de Play of the Week. Zou wat meer enticing moeten zijn. Want de Play of the Week lijkt eigenlijk alleen maar slechter te worden ten opzichte van vorig jaar. En dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Terwijl de Legends alleen maar beter worden. Och, we hebben ook Zaha. Dan doen we toch Zaha hier. Hij kan spits, dus Zaha en Icardi is misschien ook helemaal niet zo chill
om hier te hebben. Dus zetten we Bakambu daar. Zahadi is 94 rated geworden puur door de stamina boost. Terwijl stamina zo weinig met de overal doet. Maar volgens mij is dat puur door de stamina boost. Nou, even een lekker potje. Met leuke spelers. Is niet slecht deze Turkse Cup. I like it. Als ik nou genoeg spelers had voor PC, voor co-op. Dan had ik in de avond co-op gespeeld. Maar ik ben bang van niet. Dan hadden we in de avond even 2-2. Maar de meeste mensen spelen allemaal PlayStation, hè? Het zijn allemaal PlayStation. Deze man gaat all-out defense. Waarom? Waarom gaat deze volledig in defensie? Nou, wat is dit nou? De beste man speelt met Fenerbahçe en is met Edin Dzeko gewoon aan het draaien en speelt all-out defense. Oké. Dat betekent dat alleen Dzeko voorin staat en dat wij moeten proberen door te breken. Wat is dit voor muur? Is dit... is dit de... In plaats van de Chinese muur is dit de Turkse muur. Oeh! Ook meteen alles kleren, bang van de naam Spooky, denk je? Maar waarom? Je wil de cup toch winnen? Och jeetje. Dat was helemaal verkeerd gepaast. Hij paast blind, maar ik verdedig ook niet goed. Jammer. Was buitenspel. Was al flink buitenspel. Maar Zahadi rent wel goed in. Hij rent heel netjes in. Edin Dzeko die gaat ons wel verslaan in de lucht. Maar deze persoon die kan gewoon de Turkse Cup niet winnen, denk ik, of zo. Shit. Bakasetas, die kan niet zo goed dribbelen. Die Davison Sanchez, die doet het weer goed. En nee, ik wou er niet naartoe. Oh, ik ging helemaal de fout in. Ik denk dat deze guy ook Sanchez heeft. Dus hij heeft wat speciale kaartjes. Dat wel. Wojo. Het gaat hem lukken. Hij scoort. Niet! Onze keeper, jongen. Wat een reflex heeft hij. Holy shit. Hij is toch beter dan verwacht. Vooral met dribbelen. Met draaien of zo. Maar hij speelt gewoon alles op zijn allerdefensiefs. Is het misschien een cheater verder of zo? Zijn naam komt mij zo bekend voor. Misschien is het gewoon een Nederlander hoor, waar ik alles eerder mee tegenspeel. Nee, wou ik niet naartoe. Zo. Uh-oh. Szymanski. Ja, hij heeft Sanchez. En ook Livakovic. Oh, damn. Deze persoon die heeft gewoon ook Fred en zo. Dus die heeft gewoon in plaats van leenspelers heeft hij iedereen getraind. Hij heeft gewoon die hele Turkse pack geopend. Nou ja, wij doen het met standaard spelers. Met maar twee special players.
En dan moet het ook mee lukken. Oh, dat was zo sad, though. Hij draaide hem weer verkeerd. Makkie. Zit een beetje vast in de modder, mijn spelers. Ja, vast in de modder. Angelino met haar nog, want hij heeft nog geen playerface. Bakambu kan niet de lucht in. Veel blindpases, zeg. Rechtstreeks naar de spelers waar wij voor staan. Nou, komt de hele curtain weer. Het hele gordijn. Oh, hij schiet hem over. Demir Babi. Demir Baby. Wat doe je nou? De man heeft een heel Turks competitieteam. Getson, Fred, Zeko. Huh. En onze grote vriend Sanchez. Ja, verschrikkelijk dat hier zo defensief gespeeld moet worden. Oh, hij speelt minder defensief nu. Nou, dankjewel. Toch even eerst de eerste helft doorkomen. En nu is het gewoon relaxen. Oh, Livakovic heeft geen looppunt. Dat dacht ik. Dat hij looppunt had. Eindelijk wat offensiever. Oh, weer niet, hè? Weer niet de cutback. Veel lange bal naar voren. Doen wij ook, hoor. Dan komt-ie. Oh, oh. Elke keer hetzelfde liedje. Komt-ie. Weer blind paas. Ik ook. Hij ook. Hé, hè. Duurde even. Maar nu is er ook wat ruimte omdat hij niet meer ultra defensief speelt. En nu gaat hij ook gebalanceerd spelen, dus ja. Duwt die tryhard hem een beetje. Nu moet hij wel. Ja, dit was kut. Ik paaste in één keer. Blind pasen. Weer geen... hij heeft geen double touch meer, zeker zoals Neymar. Oef. Volgens mij heeft hij geen Neymar double touch meer. Ik probeer de hele tijd te double touchen. Of deze wedstrijd is gewoon een beetje scuffed. Maar het lukt niet. All out attack. Let's go. Here we go. Overtredingje. Even schouderduwtje. Moet kunnen. Schouderduwtje moet gewoon kunnen, joh. Gaat hij hem ook nog in de hoek plompen.
Oh, dit is die Bowie. Dat doet Tadic niet zo goed. Allemaal achteruit gegaan met Tadic sinds hij Ajax is verlaten. Oh, die Demirbay, die heeft er geen zin meer in. Ach, we hebben ook die Sergio Oliveira natuurlijk. Maar we gaan wel voor Hakim Ziyech. Kan hij ook centraal? Ja hoor. Nou ja, zetten we hem daar. Ziyech er even tussendoor. Akman. Ik dacht even dat hij Nederlands was, maar dat is... ja. Die zijn uit vorm. 1,82. Goalpoacher, 1,83. Best netjes, ziet er goed uit. Icardi is een fox in the box. Geen super sub heeft hij. Ach, maakt niet uit. Deze man die gaat er alles aan doen om het gelijk te maken. Of vrouw natuurlijk. Maar ja, ineens hebben we veel ruimte. Hij gaat via de flanken, wil hij. Maar het is zo sloppy. Ik heb het gevoel dat deze server heel laggy is. Ja, want je kan heel makkelijk team pressen zonder dat dat kan. Zou moeten kunnen. Oh! Dat vind ik zulke leuke balletjes om te schieten. Hè? Als je dan zo'n aanleg hebt en dan zo keihard kan volleren. En dan zo met zo'n dipping curve en zo. Hoge bal naar voren. Weer blind. Elke keer blind. Die was ook blind. Die is ook blind. Gewoon tussen twee man door. Maar ze reageren niet. Dus dat betekent dat het bijna gewoon een goal had kunnen zijn. Dat al mijn spelers daar niet reageerden. Terwijl ze wel in de interceptielijn zat. Hier ook. Daar sta ik hem de hele tijd ervoor te doen. Maar het mislukt. What the fuck? Same thing daar. Zou allemaal niet moeten. Oh! Bowie! Wat doe je? Wat deed hij nou? Oh, zie echt tegen zijn rug. Dat is hoe clunky het at the moment gaat hier. But I love it. Bakasetas. Bakasetas! Waarom schiet hij hem niet? Doe dan! Nog de redding! Oh my god. Die Livakovic is legit goed. Ook aan zijkant. Dankjewel, dat was hem. Wat een rare wedstrijd. Zo laggy ook, jongen. Zo laggy. Maar een rare wedstrijd. Veel geschoten. Veel fun. En we moesten eentje winnen volgens mij volgens deze cup. Dus zo hebben we weer 50 muntjes. En dan kunnen we ons gaan voorbereiden op skill trainer programs. Maar die kan ik nu niet doen, want ik moet eten. Want ik moet eten. Dus ja, of we gaan verder uiteindelijk met eFootball League. En kom ik nog met een eFootball stream. Of ik doe wat anders. Of ik ben later live met Robin voor onze marathon. Zodat we Alan Wake 2 kunnen spelen. Ik weet het nog niet wat we gaan doen. Of... ik heb genoeg mensen voor co-op en we gaan hier voetbal co-op spelen. Dat kan ook nog. Want ik vind het heerlijk om even co-op te spelen. Even social fun. I need my football fix. En ja, ik heb ook geen e-football league kunnen spelen veel. Omdat ik natuurlijk de hele week met Robin was. Dus volgens mij zijn we wel gezakt. We zijn rank 100. Ja, we zijn gezakt.
Ik heb niks gespeeld de laatste 7 dagen wat betreft dit. Ik heb wel alle cups even doorgespeeld en zo ertussendoor. Maar niet genoeg tijd om hier gewoon te zitten en gewoon... Hey, laten we nog tientallen wedstrijden spelen in Football League. Maar no times to play de vorige week. We hebben nog een week te gaan, dus wie weet kan ik mezelf nog wat omhoog boosten in de tijd dat ik wel even kan spelen. Maar ik moet ook nog veel editen. Dus ik ben ook bezig met de edit. En werk gaat voor. Werk gaat voor. Werk gaat voor. Livestreamen, editen, alles erop en eraan. Reageren. Ja! En het is tijd om te eten. Thank you for watching. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik hoop dat je ook weer volledig geïnformeerd bent over e-voetbal. Weinig deze week. Hopelijk volgende week weer wat meer. Want dan is ook de phase afgelopen. Dan is er weer een nieuwe phase. En dan krijg je weer al je rewards met divisies en zo volgende week. Als je dat hebt gespeeld, dat is ook wel weer leuk. Dat is ook wel weer leuk. Alle items. En dan kan je weer verder. Ben tevreden over de clubpack die we hebben gekocht. Dat is allemaal dikke prima. Dik fijn. And I will see you next time bij een volgende livestream. Thank you for the support. I appreciate you. Thank you for socializing. Altijd leuk. De warmt altijd mijn hart. And see you next time bij een nieuwe livestream. Bye bye. Oh my god, de koning wordt opgegeten! We zien je. Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpersen. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen. Oh, Jesus. Jongen, je schiet je man. Ik ga dit doen. Oh! What? Ik zag een tank vliegen. Dat was toch awesome? Oh. Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? What the fuck? What the fuck? Hij kroop heel hard. Oh shit, ze komen. Hele tijd stil, ineens zie je. Oh my god, zoveel gasten uit de bossen! Mooie set piece. Wow, is captain! Uh-oh. Oh, hij komt wel. Yo, is captain! Ow, 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 ow. Ah! 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 What? Am I doing it? Am I doing it? Ah, ik driftte, maar toen ging ik... Gaat hij gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer koud? Wat gebeurt er? Ik donate €3. Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Ja. Je hebt je ogen dicht! Hoi. Oh. Pas op voordat je door is. What the hell? Daar gebeurt er niet op mijn scherm. What the hell? Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey. Wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja! Dat hielp ook nog. Wat? Wat doe ik? Wat ben ik? Ah, wat? Huh? Wat ben ik? Nee! Ja, Rijnbouw! Het is een... Het is een... Oh.
shit! Wat? Nee. Hoe kreeg je dat voor? Dat is insane! Kunnen ze dat ongestoord? Lol! Ik heb hem gedownd met mijn... met mijn flergun! Relax, jongen. Oh! Oh! Kom maar, folks, hé! Nee! Au! Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.